ik ben Enes Lazaoui, ik zit op de Lochtenberg en ik heb als superheld gekozen de huismeester. En waarom heb ik de huismeester gekozen? Omdat hij zorgt dat alles schoon is bij jou in de buurt. En hij geeft soms kinderen de taken om de buurt schoon te houden. En hij zorgt ook dat de flat bijvoorbeeld, dat er in de lift niet geplast wordt. Kitje heeft iemand wat een lek in de lekkage in het plafond. En toen heeft hij ons een spul gegeven als... Ja, hij komt wel best wel vaak bij ons thuis. Wat een ontvangst. Ja, Enes, heeft je wat te vertellen? Ik heb je al superheld gekozen omdat hij de buurt schoon houdt en die bloem is voor jou. Oké, hartstikke dankjewel, jongen. Hartstikke dankjewel. Yeah. Hartstikke leuk. Hoe lang heb je al als huismeester? Bijna 7 jaar. Wow. Ik heb, eerst heb ik aan de andere kant van de weg gewerkt, aan de zijkant. En nu werk ik alweer 4 jaar hier in Stokhassen. En vind je het leuk wat je doet? Hartstikke leuk. Ik ga elke dag fluitend naar mijn werk. Dat vind ik erg leuk. Met de fiets. Elke dag is weer anders. Met de fiets kom ik vaak. Ja. En soms met de auto. En wat is het grappigste wat je op werk hebt meegemaakt? Oeh, dat is moeilijk. Ik denk dat het leukste is wat ik mee heb gemaakt, dat is een meneer die wilde dat ik een boom om ging zagen omdat hij anders zijn schotel niet kon plaatsen. Maar dat mogen wij niet, hè? Bomen omzagen. Hoeveel? 43. Ja, klopt. Pas ook. Dankjewel. Heb je al een probleem gehad met klanten? Soms zijn mensen wel eens boos. Omdat er iets kapot is gegaan wat wij niet meteen kunnen maken of zo. Dus dat maken we wel eens mee, ja, dat mensen boos worden op ons. Maar dan proberen we ze snel mogelijk te laten maken en dan zijn ze weer blij met ons. Wilt u een keer zo lekker thuis blijven en helemaal niks doen? Nou, dat is wel eens fijn. Maar daar hebben we het weekend voor, hè. Om lekker thuis te zijn en niks te doen. Maar dan heb ik ook nog hobby's daarvoor, zou ik zeggen. Dus dan heb ik het ook weer druk. En wat zijn die hobby's? Ik speel ijshockey. Wow, en, dat doe ik nog steeds. Dat doe ik al vanaf dat ik 11 ben. Dus, en daarnaast doe ik veel met mijn kinderen en hun hobby's. Ik kan er niet door. Ik ga in de wijk, hè? Ja, ik kan er niet door.